Van de halve marathon. Girlies! Zo leuk. Voor bij de sauna. Nou, we zijn lekker eten. Mooi groot raam. Echt leuk om te zien dat je harde werk gewoon realiteit wordt. Goedemorgen allemaal, het is maandag en het is een nieuwe weekvlog. Soms heb ik een sportlesje. Ik zie er echt even niet uit. Maar ik heb even een koffietje gemaakt. Want dat gaan we wel nodig hebben. Dus dit. En ik ga denk ik een beetje havermout maken, want het zijn best wel heftige sportlesjes. Dus dat gaan we even doen. Oh my god, het is zo koud. Het is gewoon 16 graden in mijn huis. Ik word er echt onpasselijk van. Echt, oh my god. Ik word hier zo chagrijnig van. Het is echt niet normaal. Echt heel koud in mijn huis. Ik weet ook niet waarom. Ik ga nu even lekker werken. Ik heb net even gesport. Het was echt wel een toplesje. Vanmiddag ga ik upper body doen met Coco. En daarna gaan we even lekker in de sauna chillen. Even relaxen. Oké, het is 2 uur. En ik heb lekker crackers gemaakt met cottage cheese, kalkoenfilet en er zit een haar op. Gadver. Kalkoenfilet, cottage cheese, sriracha en bosui. Oké. Ja, lekker. Het zijn volkoren cracker. Wat heel leuk is deze week is dat Stan en ik ons jubileum hebben van 4 jaar samen. 4 jaar, echt. Oh my god. Woe, what is dat? Ja, eigenlijk ik wel. Ik heb net even een leuk greetingskaartje gemaakt. Dit weekend, vrijdag op zaterdag, gaan we naar de Veluwe. Naar Apeldoorn. Hebben we echt een super chill hotel met sauna en zwembad en zo. Echt heel veel zin in. Dan gaan we ook lekker wandelen en hardlopen. Nou, helemaal zin in. Oké, ik ga zo meteen upper body sporten met Coco. En ik heb het gewoon zo koud. Ik word er gewoon echt verdrietig van. Even een lange shirt, sportshirt aandoen, want ik ga niet in mijn sport BH. Dan ga ik helemaal dood van de kou. Even kijken wat we aan kunnen doen. Nou, we zijn lekker bij de sauna. Ik ga even een kleur uitkiezen, want je kan. Dit is een infrarood sauna. Ik kan hier zeg maar. Nee. Kijk, dit wil ik. En dan. Nou, volgens mij kan je niet een kleurtje uitkiezen. Hij staat nu al op 63 graden. Oké, maar goed. Een sauna hebben we erg nodig met dit bagger weer. Echt, my god. Wat een hel. Ik word er echt boos van. En zo gaat hij naar. Goedemorgen allemaal. Het is 7:15. En Bo en ik hadden het leuke idee om vroeg in de morgen te gaan hardlopen in het Amsterdamse bos. Maar het regent zo hard. Ik denk dat we echt helemaal doorweekt gaan zijn. Maar ja, weet je, regen of niet, we gaan het gewoon doen. We zijn niet van suiker. Nou, we hebben net 1,5 uur gerend. Het regende wel, maar uiteindelijk viel het best mee. Het was zeg maar, ja, het was een beetje miserig, maar niet echt een harde regenbui. Dus je bent wel nat uiteindelijk, maar het ging echt. Nou, het is zo top. Het is nu 9 uur en de dag begint al. Nee, je hebt gewoon lekker al gesport. Gewoon echt. I love it. Nou, ik zit echt ontzettend boring de hele dag achter mijn laptop te editen en mailtjes te doen en allemaal van dat soort geneuzel. Het is vandaag 1 oktober, dus een nieuwe maand. Dat vind ik altijd leuk. Het voelt altijd als er even een soort nieuwe start of een nieuw begin. Dit is de maand dat ik mijn merk ga lanceren. Veel vragen. Veel van jullie vragen wanneer ik het ga lanceren. Dat is 14 oktober. So put it in your agenda. Je kan ook naar mijn website. Staat in de beschrijving www.redefinedelegance.nl. En dan kan je inschrijven voor de nieuwsbrief. En dan krijg je alle updates. Ja, verder. De run vanochtend was echt top. Het was regen, maar het was eigenlijk ook wel echt een vibe. Zo in het donker en in de regen. En het scheelt gewoon zo erg dat je het samen kan doen. Want in je eentje, ja, ga je dat toch gewoon minder snel doen of zo. Ik weet niet wat dat is. Maar ja, het is gewoon heel fijn. Ik ga vanmiddag om 4 uur mijn dagen zo te doen. Want ze zijn echt zo uitgegroeid. En we hebben donderdag heb ik de shoot. Kijk dan, dat kan echt niet. Donderdag heb ik de shoot van Redefined. Dus dan moeten de nageltjes er natuurlijk weer goed uitzien. En dit weekend gaan we een lekker nachtje weg naar de Veluwe. Ik heb er helemaal zin in. Worden echt super leuke dagen. Oké, ik heb een heerlijke pumpkin spice gemaakt. Helemaal toepasselijk bij dit weer, want het regent. Ik wil even meedelen dat het echt zo goed gaat. Er gaan al
allemaal dingen zo de kant op zoals ik het heb gemanifesteerd, heb gedroomd, over heb gedacht. Dus het is echt, ja, het is gewoon niet te beseffen. Het is gewoon echt leuk om te zien dat je harde werk gewoon realiteit wordt. En ik heb zoveel gave samenwerkingen, heb zoveel gave bedrijven die met mij in zee willen. En ik, ja, ik vind het gewoon, ik vind het geweldig. Ik vind het zo leuk. En mijn eigen merk uitkomt. Het is gewoon al een soort niet te bevatten hoe leuk ik, ja, hoe leuk ik het allemaal vind. En hoe goed ik in mijn vel zit en hoe blij ik ben. Het is gewoon echt nu, achteraf besef je pas dan van in wat voor, ja, slechte mentale toestand ik zat eigenlijk de afgelopen 2 jaar. Als ik daarover, zeg maar, over terugkijk. Het is gewoon bizar. En het is ook altijd weer eng als het goed gaat. Want als het goed gaat, het ook weer slecht gaan. Maar ik denk dat je dat ook zeer zeker zelf in hand hebt. En bijvoorbeeld gisteren had ik echt een off day. Gisteren was ik moe en ik had nergens zin in. En vandaag heb ik weer helemaal een geweldige dag. Dus het kan ook echt per dag weer verschillen. Maar dat wilde ik gewoon even met jullie delen. Omdat ik gewoon zo blij ben. En het is eigenlijk ook heel bizar dat ik een soort beelden gewoon heb. En dan stel ik, kijk dit over 10 of 20 jaar terug. Dat ik dan gewoon een soort beelden heb. Dat is echt zo raar eigenlijk. Maar ik heb dus pumpkin spice latte gemaakt. En hoe ik dat heb gedaan is met kaneel, pumpkin spice kruiden. Die heb ik gewoon online besteld. Een beetje karamelsiroop, vanille aroma, havermelk en dan 2 espresso's. Ah, en dan heb je echt een pumpkin spice. Die smaakt echt naar de pumpkin spice van de, ja, van Starbucks. Kijk, ik ga jullie even laten zien de productjes die ik heb gebruikt. Er helemaal zin in. Ik gebruik dan kaneel van de Turkse supermarkt. Het zijn echt super chille kruiden. Die kost echt maar 1 euro per bakje. Dit heb ik dan ooit een keer online besteld. Maar hier doe je echt heel lang mee. Pumpkin spice kruiden. En dit kan je dus ook bijvoorbeeld in een avondeetgerecht doen. Dus in een pompoensoep of een herfststoof of weet ik veel. Wat zit erin eigenlijk? Het is in het Duits. Maar goed, ik heb dit ooit een keer ergens online besteld. En doe er echt al heel lang mee. Want je gebruikt elke keer maar heel weinig. Dus dat is helemaal top. En dan gebruik ik karamels. Siroop, daar gebruik ik deze van Monin. En dan vanille aroma. En dan havermelk gebruik ik die van Oatly. Dus ja, en dan had ik gewoon die kruiden. Ik had kaneel met de pumpkin spice in een potje gedaan. Een beetje kokend heet water. En echt goed die kruiden gemist. Dat het een soort beetje oplost. Want anders kan je heel erg die kruiden in je mond hebben of zo. Daarna had ik het met melk, dat kleine mengseltje, met melk in de schuimer gedaan. Met vanille, aroma en karamel. En dan had je het eigenlijk wel met onderburen. Ik weet echt niet wat hun allemaal aan het doen zijn. Maar goed. Ja, ik ga het dus zo meteen mijn nagels laten doen. En vanavond heb ik verjaardag van Merel. Super gezellig. Oké, ik ben thuis van de verjaardag. Hallo. Echt super gezellig. Even leuk om iedereen weer te spreken. En het is nu bijna 8:30 en ik heb nog niet avond gegeten. Zit je daar maar een bitterbal en een paar frietjes eten. Maar ik heb niet echt avond eten en ik heb honger. Dus ik heb echt een restjesavond. Echt een mega restjesavond. Ik heb zoveel hoofdpijn. Ik was zeg maar 15 tegelijk. Ik wilde en eten koken en water drinken en mijn make-up eraf halen en mijn lens eraf. Alles in 1 minuut. Dus ik heb even mijn lens eruit gehaald. Water gaan drinken. A lot. En wat gaan we nog meer eten? Eigenlijk ook nog een keertje whey nemen. Ik drink gewoon in 1 teug, 1,5 liter water. Dat is zo ziek. Ik ga een broodje bakbouw eten. Met nog steeds restjes soep. Dus een heel klein beetje soep. En een cordon bleu. Van restjesdag, maar I love it. Ik heb dus alleen geen magnetron en dat vergeet ik altijd. Dus wat ik doe. Oh, mijn grip staat open. Wat ik doe om een broodje bakbouw te stomen, doe ik dan. Dus dan doe ik, oh mijn god, kijk, dat is allemaal een stoom af. Dit is mijn stoomopstelling. Dus dan maak ik wat gaatjes in de onderkant. Dan zet ik een pannetje op het vuur met kokend water. En dan doe ik zo een pan er weer op. En dan gaat het broodje stomen. Ik ga helemaal stuk. Maar altijd haal ik dit in huis en vergeet ik dat ik geen magnetron heb. Dus zeg maar deze oven. Maar ik ga ook nog niet deze magnetron. Want je gebruikt magnetron echt nooit. In ieder geval, ik mis hem echt nooit. Want soep kan je ook gewoon opwarmen in de pan. Dus, maar ja, ik ga helemaal stuk daarom omdat ik dat op zo'n manier doe. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik heb mijn schoenen al een beetje
droog zijn, ja. Die hardloopschoenen, als je in de regen gaat hardlopen, blijft ze zo lang nat. En dan wordt ze echt vies. Ik heb de hele ochtend een beetje gewerkt. Ik ga zo meteen sporten. Het is bijna 11 uur. Ik ga even lekker voor een leg day. En ik ben een What I Eat in a Day aan het filmen. Maar waar is mijn telefoon? Dat is een good question. Ik heb net even lekker een leg day gehad en nu lunch gemaakt. 2 proteïne crackers met 4 eieren, scrambled egg en sriracha. Love it. En ik ga zo naar Stan hem ophalen en dan weer terug hierheen. Maar ik moet even wat voorraad halen voor de shoot morgen. Want morgen hebben we de Redefined shoot. Oké, het is donderdag. En vandaag is een super leuke dag, want we gaan shooten voor Redefined. Dus ik ben helemaal ready en klaargemaakt. Ik hoop dat ik alles heb. En ik ga nu koken ophalen en Boke moet gezellig shooten. Dus helemaal leuk. Helemaal zin in. Nou guys, we zijn aangekomen in de studio met de girlies. Zo leuk. Helemaal shooting day. Girlies. En boys. Ik ben echt zo star. Kijk! Maar het is ook echt esthetiek. Lach eens even lief naar de camera staan. Bij haar. Ik ben echt druk bezig. Wij zijn echt weer helemaal belachelijk aan het maken terwijl hij gewoon het werk aan het doen is. Hard werk. Heel goed. Hij heeft alles aan het fixen voor ons. Zo leuk! Look at it. Oh, het is heel slecht licht vanaf deze kant. Oh, ja. Ik kreeg gisteren jouw vlog. Ja! Hallo! Die zijn echt van heel lang, dat is 2 jaar geleden. Ja, zo cute. Ik vlogde vroeger, ja. Ja. Ja, dus misschien ooit. Ging je sporten met Lisa, ging je upper body doen. Upper body. Nu misschien word jij wel weer mijn eerste debuut. Gaan wij samen een video maken voor mij op YouTube. Ja! Who knows? Nou, dit gaan gaat we een workout filmen of zo. Ja, of iets van een... Dat vind ik altijd zo leuk om te kijken. Dat zijn taste test video's van nieuwe producten in de supermarkt. Oh. Dat gaat viraal. Nou jongens, let us know if you want it in the comments. Daar beneden. Oké, nou. Ik heb hier nog eentje. Ja. Top. Deze is ook goed, denk ik. Dit is voor de kleine. Maar die hebben we. Ja, ik heb ook goed, kleine. Ja. Oh, ja. Die van Bo, die gouden, die is al goed bij haar. Die is al goed voor jou. Ja. Kan Coda Zero pakken? Tuurlijk. Kijk jongens, ik ga jullie even meenemen. We hebben deze heerlijke thee op. Dit is echt heel lekkere thee. Nou, broodjes. En ik ga lekker een Coda Zero'tje pakken. Vinden we te gek, dat is helemaal lekker. Ja, daarom. Ik dacht, ik pak het er gewoon bij. Maar dat vinden mensen leuk om te zien. We gaan een Coda Zero drinken. Wat ben jij aan het drinken? Thee. Thee? Ja, ik liet het net al zien. Deze is heel lekker. Ja. Gaan we dit in die dingen? Oeh. Ja, of niet? Ja, dat is lekker in de oats. Ja. Dat is heel lekker. Daarom. Nou guys, het is zaterdag. Het is vrijdag. Gisteren de shoot was echt een succes. En we zijn nu bij Apeldoorn, want we gaan een nachtje weg. En we gaan zo meteen een halve marathon lopen. Heel veel zin in. Maar we zijn nu bij het hotel. Het is echt een super chill hotel. Van der Valk. Kanta. Ralfzo. Nou, ze hebben hier ook allemaal een spa, sauna, weet ik allemaal helemaal chill. En we kunnen nu al de kamer in, dus gaan we even inchecken. En ja, dan gaan we lekker lopen. Oké, we zijn aangekomen in het hotel en het is zo mooi. Kijk, we hebben hier lekker een bad. Dat is ook echt lekker ruim. En dan hier de bed. Een mooi groot raam. En bureautje. Een föhn, kast en dan hier een wc denk ik of zo. Ja, oh hier ook nog een douche. Waar is de wc dan? Oh, en hier dan dus nog de wc. Nou, het ligt het even niet. Maar very pretty. Nou guys, we zijn terug van de halve marathon. En het ging zo goed. Het was wel zwaar, maar ging wel gewoon echt mega goed. We hebben even een colaatje. We gaan misschien even wat eten bestellen, roomservice of zo. En dan gaan we lekker naar de spa. Want je hebt hier dus een wellness, sauna, alles. Echt heerlijk.
Oké, wij hebben even gegeten net. Stokbroodje en wat snackies. En we hebben nu even snel gedoucht. En we gaan nu naar de sauna. Want dat hebben we wel hard nodig. De halve marathon rennen. We hebben gewoon een halve marathon gerend. Het is zo raar om te beseffen dat dit een halve marathon is. Where is my medal? Ik wil medaille. Maar ja, we gaan. Ik weet niet of ik het trouwens al heb gezegd, maar ik ga dus een halve marathon rennen in Malaga in december. Superleuk. Gadverdamme, jongens. We krijgen net een brief. En er staat dus dat er in de gemeente het kraanwater een verontreiniging is gevonden. Dus een poepbacterie. En wij hebben hier dus wel kraanwater op al. Dus de kans is groot dat we vannacht boven de wc... Ik weet niet hoe dat werkt hoor. Oh, zo even. Dus, nou ja. Maar we hebben echt maar 1 keer 500 milliliter. Ja, allebei. Een liter. Maar ja, we gaan nu lekker uit eten. Nou, we zijn lekker eten. Ik heb een heerlijke carpaccio. En we hebben een tonijn te taken. En zijn we lekker aan het delen. Dus de camera is volgens mij echt helemaal kapot. Maar het is heel lekker. En een carpaccio blijft gewoon altijd zo goed. Ik weet niet... Zo simpel, maar zo lekker. Hallo. Oh mijn god, we hebben nu het avondeten en het is zo lekker. Ik heb een kalfspiranha. Piranha? Nee, picanha. Picanha. Een kalfspiranha. Ik denk dat ik het uitspreek als picanha. Ja, picanha denken we. En dit is zo lekker. Mega mals. En die saus is een buim. Ja, echt mega. Ik ben ook heel benieuwd naar jouw ding. We delen het allemaal. Stan heeft eend. Dus ook, vind ik ook altijd echt fucking lekker. Mm. Deze picanha komt van de barbecue. Oh, ik vind dit echt niet normaal. Ik ben echt niet een persoon van een stuk vlees. Maar dit vind ik echt top. Dit? Ja. Mega. Goedemorgen allemaal, het is zaterdag. We hebben net uitgecheckt bij het hotel. We hadden echt weer zo'n lekker hotelontbijtje. Ik vind dat zo lekker. Lekker een broodje met ei en bacon en poffertjes. Heerlijk. We gaan nu Apeldoorn in, want we zitten echt naast Apeldoorn. Dus even kijken. Even lekker shoppen. Ben ik ooit in Apeldoorn geweest? Volgens mij wel. 1 keer. En het is echt zo'n mooie dag. Zonnetje schijnt, helemaal niet koud. Het is echt heerlijk. Hallo allemaal, het is alweer zondag. Ik heb vandaag de hele dag niet gevlogd. Heel slecht, volgens mij heb ik deze week sowieso niet heel veel gevlogd. Dus ik ga heel even kijken of dit vlogwaardig is of dat ik dat ga samenvoegen met nog een week. Maar zo niet, dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet om daar een vlog te geven, op mijn kanaal te abonneren. Me te volgen op TikTok, Instagram, Snapchat, allemaal @zagevoerd. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei!